We gaan praten over de aankomende lezing van de NPS met betrekking tot de onafhankelijkheid. Misschien kunt u ons een beetje vertellen waarom deze lezing gehouden zou worden. Ja, bedankt voor de gelegenheid. U moet deze lezing vooral zien in het kader van de herdenking van 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid van ons land. Natuurlijk een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van Suriname. En wij als partij vinden het belangrijk om in elk geval met die samenleving in discussie te gaan over dit heugelijk feit uit onze geschiedenis. Ja, heugelijk feit uit onze geschiedenis. Wat voor zaken zijn er nog die we zouden moeten weten over de onafhankelijkheid? Ja, zal de vraag weer naar boven komen als we onafhankelijk moesten worden of niet? Kijk, dat is sowieso een van de discussiepunten die vaak naar voren komen, hè, als het gaat om de onafhankelijkheid van Suriname. We zijn een relatief jonge republiek. Mm-hmm. We hebben vanaf het land onafhankelijk is geworden, zijn er natuurlijk up en downs geweest. Waardoor dus eigenlijk die discussie vandaag aan de dag nog gevoerd wordt van wel of niet onafhankelijk worden. Maar ik denk dat het belangrijk is om terug te gaan naar dat moment in 1975, zodat wij als samenleving goed begrijpen waarom op dat specifiek moment in de geschiedenis het nodig was om onafhankelijk te worden. Dus dan wordt die waarom-vraag beantwoord. Maar natuurlijk ook hoe dat geschied is. Wat waren de omstandigheden toen? Wat heeft de leiders toen ertoe gedreven om te komen tot het besluit om te gaan voor onafhankelijkheid van Suriname? Ja. U heeft een geschiedenisachtergrond, weet ik toevallig, heer Kershout. Als u zo de revue mag passeren van de onafhankelijkheid tot nu toe, we weten dat meestal wanneer we rond revidentie gaan we toch wel even terug hoe we het als land hebben gedaan. Zijn we toch wel goed op weg? Ik ben wat dat betreft sowieso een optimist. Ik gaf het zo net al aan, we hebben als relatief jonge republiek heel veel ups en downs gekend. Maar alleen het feit dat we vanaf 1975 zeg maar op eigen benen staan, onafhankelijk zijn, en natuurlijk niet onafhankelijk in absolute zin, omdat je natuurlijk als land altijd wel relaties moet aangaan met andere landen in de wereld, om dus vooruit te kunnen komen. Ik denk dus dat we als land niet ontevreden mogen zijn. De zaken die minder goed zijn gegaan, die moeten we natuurlijk beschouwen als leermomenten. En ik blijf benadrukken, we zijn een relatief jonge republiek. Als je Suriname vergelijkt met andere landen in de wereld, die sommige van ze zijn al 2 eeuwen onafhankelijk. Die hebben ook ups en downs gekend en hebben in elk geval vastgehouden aan zeg maar dat stukje zelfvertrouwen dat er zeker moet zijn om te komen tot een stuk vooruitgang. Dus ik denk dat we niet ontevreden mogen zijn, maar uiteraard is er nog veel werk aan de winkel. Ja, we weten dat de leiders toen, in 1975, toch wel plannen hadden voor het land. Hey, als land kunnen we deze richting opgaan. Als u merkt, tegenwoordig, u zegt we mogen niet ontevreden zijn, maar de plannen die toen zijn opgesteld voor Suriname, zijn we nog steeds op dezelfde koers of zijn we toch wel een hele andere kant op gegaan? Kijk, sowieso de plannen die men toen voor ogen had, men had sowieso het beste voor. Ik geloof er stellig in dat elke leider of elke regering die belast wordt met de verantwoordelijkheid over dit land, dat die sowieso de beste intenties hebben voor land en volk. Maar natuurlijk kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waarbij zeg maar de plannen die je aanvankelijk had gemaakt, dat je natuurlijk moet gaan bijstellen. En uiteraard, als we vandaag aan de dag kijken naar ontwikkelingen in de wereld en je vergelijkt het met 47 jaar geleden, dan begrijpt u dat er natuurlijk vandaag aan de dag heel veel andere uitdagingen zijn komen bijkijken waar we als relatief jonge republiek voor geplaatst zijn. We moeten onze plek zien te vinden in die grote wereld, onder andere ook in het Caribisch gebied en in Zuid-Amerika. Dus dat betekent dat we als volk, als land, als regering voortdurend aan een stuk zelfevaluatie moeten doen, aan een stuk zelfreflectie moeten doen om uiteindelijk te kunnen vaststellen welke koers we zullen varen om te komen tot duurzame ontwikkeling voor land en volk. Ja, u bent zelf panellid tijdens de lezing.
Als u zelf kijkt, de periode rond de onafhankelijkheid, is een persoonlijke vraag, was dat het juiste moment om onafhankelijk te worden? Gegeven de omstandigheden toen, denk ik dus dat de leiders in elk geval hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ik denk dat het niet wijs zou zijn om te gaan voor een zwart-wit benadering in de zin van was het wel of niet juist. In elk geval gaat tijdens de openbare lezing duidelijk naar voren komen dat de omstandigheden toen zodanig waren dat in elk geval de leiders van dat moment ervoor hebben gekozen om te gaan voor die onafhankelijkheid. U moet het net zien als wanneer kinderen zeg maar nog onder de hoede zijn van hun ouders en komen tot het besluit wanneer ze dus wel of niet uit huis zullen gaan. Er zijn er natuurlijk een aantal randvoorwaarden daarvoor nodig. Je moet natuurlijk op eigen benen kunnen staan. Je moet voor jezelf een plan hebben voor de toekomst. En eigenlijk is het heel moeilijk vast te stellen welk moment dan het juiste moment is. Maar uiteraard, als er bepaalde omstandigheden zich voordoen, als er bepaalde situaties zijn en je hebt voor jezelf een aantal zaken in place kunnen brengen, dan denk ik dat je als individu natuurlijk tot het besluit kan komen van ik ga nu op eigen benen staan. Dat is dus de vergelijking die ik wil maken als het gaat om Suriname toen in 1975. De omstandigheden in de wereld, in de regio, maar ook het politiek klimaat toen in 1975 in Suriname was zodanig dat de leiders toen hebben gekozen voor onafhankelijkheid van ons land. Ja. Heer Kershout, als panelid, wat zal de focus van u zijn tijdens die avond, discussieavond? Ja, dus ik wil sowieso ingaan op het gegeven dat de regering die toen aan de macht was, waarin de NPS in de voorhoede was, dat die in elk geval een bepaald doel nastreefde. En u moet niet vergeten dat vanaf de oprichting van de NPS dat een stuk zelfstandigheid en in het verlengde daarvan onafhankelijkheid realiseren voor Suriname altijd een van de belangrijkste doelstellingen van de partij is geweest. Dus wanneer in 1975 de toenmalige premier Henk Arron de plannen had uitgezet, dan begrijpt u dat hij op dat moment bezig was een historische opdracht van de partij uit te voeren. En dat is dus waar ik op wil gaan focussen. Dat het politiek klimaat op dat moment zodanig was dat het wel het moment was om te gaan voor de onafhankelijkheid van Suriname. Oké. In beeld zien we dus dat de inleider is Hans Breveld en de andere panelid is dus Judy Samson. Ja. Ja. Hoe laat beginnen we morgen? Ja. We beginnen morgen precies om 7 uur. Het is natuurlijk altijd handig als de mensen iets eerder zich aanmelden om een goede plek te bemachtigen. En ik kijk uit naar in elk geval een goede openbare lezing. En dat we in elk geval als partij, als panel, maar ook als inleiders in discussie kunnen gaan met het publiek. Waardoor in elk geval een stuk beter begrip en wat betere inzichten zullen ontstaan met betrekking tot het hoe en het waarom van de onafhankelijkheid van Suriname. Is deze discussieavond open voor het heel publiek? Ja, absoluut. Absoluut. Het is zeker toegankelijk voor het grotere publiek. We verwachten natuurlijk vooral ook jongeren, omdat, kijk, die groep is natuurlijk relatief minder goed geïnformeerd over de gebeurtenissen rond 1975 die hebben geleid tot de onafhankelijkheid. En ik denk dat elke Surinamer een beter inzicht zou moeten verkrijgen met betrekking tot dat stukje geschiedenis van ons land.